Welkom in deze nieuwe video waarin we eens gaan kijken wat dat hetgeen is waar dat we deze week rekening mee moeten houden. Wat zijn de schaduwen, de lessen? En ik krijg onmiddellijk al de hoge priesteres en de strength card omgekeerd. Dus we gaan, of we krijgen het advies om deze week, of wanneer je deze video ziet, om naar binnen te gaan. Dan krijgen we nog de toren, maar omgekeerd. Ja. Dus de toren is al, laten we zeggen, we hebben het al gepasseerd. We hebben het al gehad. Het moment dat je naar deze video kijkt, is het ergste voorbij. Een andere kaart die ik krijg is de Fool. En dat is logisch, want wanneer dat heel veel dingen in ons leven weggevallen zijn, dan gaan we eigenlijk aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Of een nieuw boek mag ik zelfs zeggen. Is er nog iets aan moeten? Ja, oep, wat vliegt eruit? De Emperor. De Emperor staat ook gelijk aan, dat wil zeggen, de heelde mannelijke energie. En dat is ook verbonden met Ram. Dus iemand die luistert is misschien Ram of is in een connectie met een Ram. Of het kan ook zijn dat het te maken heeft met dat de passie die je voelt, dat je daarvoor meer en meer ook van daaruit dan veel meer plannen en stappen gaat nemen. Dus van zodra dat je, laten we zeggen, die eigen mannelijke energie jezelf meer geheeld hebt, ga je ook veel meer vanuit die geheelde energie dan actiestappen kunnen nemen. En dat betekent dan ook dat je altijd die reflectie terugneemt naar... En een ander dek aan het nemen en ik was een aantal kaarten vergeten. En dat is de 3 van bekers. Dat is eigenlijk individueel succes. En ik kreeg opnieuw de strength card, maar opnieuw ondersteboven. Dus er is er toch iets die in die eenheid, in die samenwerking tot mannelijke en vrouwelijke energie, die gaat duidelijker worden, meer naar boven komen. Ja, en we kregen de Knight van Wanten. Wanten in het Nederlands, zeg het juist. Dat we, maar ondersteboven. Dus het is vooral de mannelijke energie die ik voel, die deze week een soort van vervollediging gaat maken. We krijgen de 2 van munten. Ja, waar dat hij tot voor kort altijd het gevoel had dat hij moest kiezen, gaat hij nu meer en meer ook zien en beseffen van, ik hoef eigenlijk niet te kiezen, ik kan alles hebben. En op het moment dat ik dat eruit zeg, vloepen er 4 kaarten om en nog een keer de 10 van bekers. Dus volledige diepe vervulling op elk vlak. En wat zijn de andere kaarten? De 9 van bekers, de 5 van wanten, de ridder van zwaarden omgekeerd en de 5 van zwaarden omgekeerd. Dus het hoofdelement, waarmee ik bedoel, gedachten, dus de mind, luchtelement ligt ondersteboven. En dus waarom? Omdat in de afgelopen Mercurius retrograde de mannelijke energie de tijd heeft gekregen om naar binnen te gaan en te gaan voelen van, maar wat is het eigenlijk nu dat mij die diepe vervulling brengt? Hoe ziet het leven eruit dat ik elke dag wil gaan leven? En heel veel mannelijke energieën hebben altijd het idee gehad van dat ze geen liefde en succesvol in hun carrière kunnen zijn. En zijn blijkbaar nu tot het inzicht gekomen dat dat wel kan. En dat op zich heeft ervoor gezorgd dus dat ze die vervulling een stuk in zichzelf gevonden hebben. Waardoor dat ze veel beter ook kunnen zien waar dat ze ook in een connectie met een andere ziel, met een tweelingvlam bijvoorbeeld, of met als ze geen tweelingvlam zijn, met een high soulmate, ook die vervulling op elk vlak kunnen gaan creëren. En dus uiteindelijk tot die 10 van... en ik kreeg ook weer de strength card te zien ondersteboven, niet in het deck, dus hij komt er niet uit, maar nog in het deck, maar je floept wel om, of gewoon keert om. En we kregen ook de Emperor weer al, en daarnet hadden we ook de Emperor. Dus de mannelijke energie in het collectief begint meer en meer te begrijpen hoe dat werkt, wat dat hun doel is, hun taak is. En dan krijgen we hier de 10 van wanten omgekeerd, de 3 van munten omgekeerd, de 4 van zwaarden omgekeerd en de 9 van wanten. Dus wanneer dat ze dan nog niet zijn, nog niet op dat keerpunt gekomen zijn, dan moet je ook geen zorgen maken, want ze gaan daartoe komen.
Dus laat jouw 3D-wereld jou niet voor de gek houden, dat ik maar zeggen. Weet dat één inzicht is. Weet dat we eigenlijk in energie al een nieuwe fase begonnen zijn. Dat individueel succes er is. Ook al kun je het nog niet zien. Dus het is belangrijk om echt in dat gevoel van die wensvervulling te gaan zitten. Te vertrouwen in het proces. Gewoon mee te gaan op die stroom. En echt volledig ook te onthechten aan van hoe dat dan gaat zijn. Wat de volgende stappen zijn. Maar het universum jou laat het tonen wat de volgende stappen zijn. En daarom krijgen we ook de... wacht, ik ga even stemmen. We krijgen de Empress card. Dus het moment dat die Emperor in die verschuiving gestapt is, dan ga je ook zien dat er een hele belangrijke ontwaking verder gebeurd is. Dus eigenlijk een volgend level. Waardoor dat dan pas eigenlijk de vrouwelijke energie in zicht komt. En aan de onderkant van het dek krijg ik dat ook weer gespiegeld. Hoe heet het dek op de kaart? In dit dek bedoel ik. Laat me zien. Temperance, ja. En dat is eigenlijk een kaart die ook dat proces van waarin dat die mannelijke en die vrouwelijke energie, dus de verschillende elementen van jouw leven, van in de connectie, wat dan ook, dus iets wat er in de relatie is, of iets die samen gaat, elementen die samen een geheel vormen, is hier wat ik hoor, dat in het samensmelten daarvan, dat eigenlijk nu verder komt. Dus dat is wat ik daarnet ook zei, want zodra dat die mannelijke energie in die volgende stappen gezet heeft, en die verschuiving gegroeid, gekomen, aangeland, aangekomen is, dan ga je ook merken dat er balans gecreëerd wordt, wat dan logisch is, want het zijn twee elementen van een geheel. Waardoor dat dan verdere samensmelting, union, hoe dat je het ook wil noemen, kan plaatsvinden. Wat moeten we nog weten? Oh, en voilà, natuurlijk, dan krijgen we de wereldkaart. En dan is het moment wanneer dat het wiel van fortuin, wanneer dat heel veel dingen gaan verschuiven en heel veel dingen ook sneller gaan gaan. Dus blijf individueel succes voor ogen houden, ook al kan je het nog niet zien, ook al heb je geen bewijzen. Zeker als jij de vrouwelijke energie bent in een connectie, dan is het belangrijk dat jij dat voor ogen blijft houden en dat je ook voor jezelf wegstapt van dingen die jou niet meer dienen, die je niet meer, die jou eigenlijk verder wegbrengen van het zijn van die meester over jouw individuele wereld. Laat ook angsten daaromtrent los. En dan ga je zien dat heel veel dingen kunnen gaan, heel snel gaan verschuiven. Wat hebben we nog? De kaarten van die eenhoorns. Wat boodschappen hebben de eenhoorns? Dus eigenlijk, de energie van de kaarten is all over the place. Dus we gaan alles gaan schudden. Wat is de energie? Oeh, voilà. Nu weten ze wel welke dat er moeten, welke dat er willen komen. Wat hebben we? We hebben... Oh, er zijn er meer dan ik dacht. Oké. We hebben de kosmische parel met die zegt van oké, naarmate dat je dit in dit proces zit, gaan we ook jouw talenten en jouw gaven om informatie en boodschappen te ontvangen, gaan we ook uitbreiden. Dus je hoeft daar geen schrik voor te hebben. Integendeel, wees open en wees daar ook bewuster voor. En je zal ook zien dat meer en meer zegeningen op je pad zullen komen. Dus ook daar krijgen we een extra kaart nog eens van. Open yourself to receive them. Dus wees open om te ontvangen. Laat de mind er niet voor zorgen dat je heel veel zegeningen jezelf tegenhoudt. Maar stap in jouw divine potential. Dat is een andere kaart. En vervul je lot. Vervul de reden waarom je hier nu op dit moment bent. En wees gewoon in elk moment zoveel als mogelijk jouw ware zelf. Ik krijg ook de kaart Enlightenment. Het cijfer 43, maar dat maakt een 7. Die heeft ook gemaakt met verschuiving en groei. En de boodschap daar is van, kijk naar telkens in elke situatie naar wat is het hoogste perspectief in deze situatie.
En probeer in elke situatie ook het goddelijke, de onschuld te zien in iedereen. Niemand wordt er geboren met narcisme. Niemand wordt geboren als een dader. Niemand wordt geboren als een slachtoffer. Maar het is onder andere door de conditioneringen en door dingen dat we op ons nemen om te leren dat we in die stukken vervallen. Maar wanneer dat we dat ervaren, dan is dat een teken dat we niet in dat eenheidsbewustzijn zijn. Dat we dus eigenlijk in het afgescheiden zijn. In het, ik weet zelfs niet het andere woord voor het omgekeerde van het eenheidsbewustzijn. Dus dat maakt ook niet uit. Maar dus, het is belangrijk dat je luistert naar wat dat jouw ziel je wilt vertellen. Wat de wereld om je heen je wilt vertellen. En waar dat er stukken zijn dat jij eigenlijk jezelf nog vasthoudt. En de laatste kaart daarvoor is ook open je hart. Hou van jezelf en durf om kwetsbaar te zijn. Kwetsbaarheid is geen zwakte. Het is geen kwetsbaarheid. Het is een sterkte. dan hebben we... voor van de Angels of Atlantis kaarten. Van welke vlammen dat we kunnen gebruiken voor deze week. Dat is aartsengel Zabkiel met ecstasy. Dus volg je ecstasy. Volg waar je echt gewoon zo enthousiast van wordt. Dan krijg je nog eens Zabkiel, dus dezelfde engel met dezelfde vlam. En romance, dus romantiek. En dat doet mij ook denken aan die eenheid in jezelf, dus die zelfliefde. En van daaruit ga je ook anderen zien. En wat krijgen we nog? Aartsengel Zandelvon met liefde. Dus ja... En de kleur van de vlammen zijn allemaal geel, oranje, rood. Dus die kleuren zijn super belangrijk bereikbaar deze week. Dus zou zeggen, gebruik ze in elke situatie zo vaak als mogelijk. Leer met de vlammen te werken. Leer ze in elke situatie, of dat nu is dat je in het verkeer staat en een heel vlot een parking wilt creëren. Of in een gesprek met iemand anders en niet goed weet wat je moet zeggen om... jouw mening of je gevoelens te uiten. Voor elke situatie is er een specifieke vlam en is er specifieke hulp aanwezig. Maar het is aan jou om het te vragen en natuurlijk om dat initiatief daarin te nemen. Dus als je dat wilt, dan en je bent nog geen lid of je hebt nog niet het programma met de vlammen gevolgd, dan nodig ik je echt heel hard uit om met de vlammen te gaan werken. Om met het programma eigenlijk te starten. Zeker ook nu het mogelijk is om lid te worden via een maandelijks lidmaatschap. Je kan het een maand proberen. Zeg je na een maand van het is toch mijn ding niet of wat dan ook. Geen probleem, je zegt het gewoon op. Je behoudt dan natuurlijk niet de toegang tot de content, wat dat logisch is. maar ja, je hebt dan eigenlijk ook niets te verliezen. Dus op die manier proberen we zoveel als mogelijk van dienst te zijn. Vanaf volgende week gaat ook weer de groepsessies doorgaan, waardoor je nog meer een netwerk krijgt, gekoppeld aan het programma, waarin dat je vragen kan stellen, waarin dat je bij mensen terecht kan, waarin dat je van anderen kan horen hoe dat zij de vlammen ervaren, enzovoort enzovoort. Voilà, dat was voor deze video. Ik wens je alvast een hele fijne, fantastische week. En tot de volgende. Dag!